kan je nog altijd, als je in België woont, een actief bedrijf belastingvrij verkopen. Ja, in principe kan dat. De Belgische fiscus gaat ervan uit dat een ondernemer in principe zijn aandelen van zijn bedrijf belastingvrij kan verkopen, wanneer die verkoop kadert binnen wat we noemen het normaal beheer van zijn privaat vermogen. En wat eigenlijk als normaal beheer wordt beschouwd, is transacties die niet speculatief zijn. Transacties die geen aan- en verkoop van aandelen betreffen, dus die eigenlijk geen regelmatig karakter hebben, maar eerder occasioneel, eenmalig zijn. En die vooral ook zakelijk gemotiveerd zijn. Hè. En het verkopen van aandelen of het overdragen van aandelen aan de volgende generatie bijvoorbeeld, zijn daar dan zakelijke motieven. Als je de activiteiten van het bedrijf eerder hebt verkocht, kan je dan de aandelen van die beleggingsmaatschappij later belastingvrij nog verkopen? Dat wordt een moeilijker haalbare kaart. Waarom? Omdat de Belgische fiscus er natuurlijk van uitgaat dat wanneer je een vennootschap hebt waarin na het verkopen van je activiteiten enkel nog cash zit, hè, dan wordt die door de Belgische fiscus eigenlijk benoemd als zijnde een kasgeldvennootschap. En als je die vennootschap zou wensen te verkopen, dan zegt de fiscus van goed, eigenlijk kan je net zo goed die vennootschap leegmaken, hè, door eigenlijk die cash die daarin zit, hè, die opgepotte middelen, door die uit te keren aan jezelf als aandeelhouder, als dividend. En dan betaal je daarop keurig 25% roerende voorheffing in België. Dus als je eigenlijk het alternatief opzoekt en die aandelen gaat verkopen aan een derde partij, als kasgeldvennootschap, dan zou je eigenlijk een belastingvrije meerwaarde nastreven. Hè. En dat is nu net wat eigenlijk de fiscus, hè, en vooral eigenlijk onze Belgische rulingdienst, hè, in zijn rulingpraktijk eigenlijk ja, toch wel viseert. En dat wordt dus een moeilijk haalbare kaart om zulke vennootschappen belastingvrij te gaan verkopen aan een derde partij.